gewoon genieten. Je ziet hoe ze bezig zijn op de mat. En het maakt eigenlijk ook niet uit van welke vereniging ze zijn. Het is gewoon hartstikke goed hoe ze bezig zijn. En, daar draait deze dag om. Dat is wat Jan zelf ook al zei. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om de scheidsrechters. Het gaat om die dadelijk op de mat bezig zijn. Ja. En dat is het leuke. Ja. En op die mat namen judoka's met een beperking, ook wel A-judoka's genoemd, het zaterdag aan de Sportboulevard tegen elkaar op tijdens een judo-toernooi. Er waren niet alleen Nederlandse judoka's, maar ook deelnemers uit België, Duitsland en Rusland. Want iedereen met een beperking, die mag meedoen aan het toernooi. Dit is een judo-toernooi speciaal voor mensen met een beperking. In welke hoedanigheid dan ook. Wij noemen het tegenwoordig aangepast judo. Omdat we mensen hebben met een visuele beperking, mensen met een fysieke beperking, mensen met een geestelijke beperking. Iedereen die iets heeft, mag hier aan meedoen. Van jong tot oud, ongeacht leeftijd. Wij sluiten niemand uit. Ze worden wel verdeeld in klasses. Uiteraard doen mensen met een visuele beperking zetten we tegenover elkaar. Zoals zullen we straks ook kunnen zien, er is een stukje begeleiding bij die mensen. We houden rekening met de handicaps. Ze zijn ingedeeld in 5 verschillende klasses. Dat heeft met niveaus te maken van de handicap of de beperking, zoals je eigenlijk hoort te zeggen. Het toernooi is georganiseerd door het Zuid-Hollands district van de Judobond en werd door wethouder Marco Stam geopend. Het is gewoon ook hartstikke mooi om in Dordrecht te kunnen organiseren. Die mensen waren op zoek naar een plek waar je zo'n groot toernooi kan organiseren. En het is hartstikke mooi dat het hier in onze optiesport Sportboulevard kan. Dus dit is ook alweer een stukje promotie voor onze stad op sportgebied, wat we toch willen zijn. En laten we daar hiertoe op stappen mee zetten.